Deze plek. Het is troep. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario en de Thousand Year Door. Ik ben er weer, trainer Steve, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij vechters geworden omdat we erachter zijn gekomen dat hier ergens de Crystal Star te vinden zou zijn. Dus ja, alleen we moeten ons eigenlijk naar de top werken. Dus we hebben Koops bij ons, alleen ik heb zo'n idee. Even kijken, wie moeten we nou eigenlijk gaan vechten op dit moment? Tegen wie moeten we nou? Well boy, howdy Gonzalez, fake him for fire, dat zou ik niet meer gaan doen. In ieder geval, wij hebben de keep... Oh! We moeten tegen onze dog. En we mogen geen partners switchen. Oké, we mogen dus geen partners switchen. Dus daar baal ik eigenlijk best wel van. Omdat we dus Koops eigenlijk willen gebruiken. Maar ik wil ook de Tattle Ability gaan gebruiken. Hey dog. Looks like your next match is against me. Good luck man. To the both of us. Nou, weet je wat we dan doen? Dan doen we dus heel eventjes snel eventjes toch onze partners even... Onze partners... Komt alles. It's time. Follow me, Bob. Ja. Maar ik wil heel eventjes de goede partner meenemen. Namelijk, Combella. Die weer waarschijnlijk een hele andere stem gaat krijgen als dat jullie gewend zijn. In verband met dat stem constant blijven veranderen. Zie mij spinnen. Maar, ik wil toch een beetje tellen. Dus vandaar dat ik inderdaad voor Combella ga. En Combella heeft toch al een power-up gekregen. En die power-up die kan heel erg handig zijn voor ons hier. Dus. Oké, we hebben dus de Merciless Exterminator, bla. Dit zou ik dus niet meer gaan voice acten, want ja. We aren't gonna lose the scraps like you. Het is een beetje dezelfde stem. Meet my peep, Gonzalez. I told you we were gonna square off. And now, it's on. Well, laten we het eens opzetten. Now, let's get ourselves to battle. Op zich is dit niet zo moeilijk gevecht, maar we mogen dus geen partners changen. Dus wat we hier eigenlijk willen doen is, ik heb de multibounce heb ik hier toevallig al klaar liggen. Dus, die wil ik eigenlijk nog niet doen. Laten we wel eventjes Combella eventjes voorgooien. Zodat we kunnen beginnen met de Paragoomba eventjes te tellen. Oké, dus dit zijn de Paratroopa's en dat is dus een andere kleur. Deze hebben 4 HP, aanval is 2 en defense is 1. Op het moment dat ze op de rug liggen, dan zullen ze in één keer geen HP of... geen defense meer hebben. Dus we willen de multibounce gaan doen, zodat deze twee alvast op hun rug liggen. En er is er maar eentje die kan aanvallen en dat is dan die. Hun kunnen niks doen. En ik was te laat met de supercard. Nou zien we dus dat er eentje inderdaad al HP heeft. En dat is eigenlijk best wel grappig dat we die mogen zien. Maar we willen dus die andere ook heel eventjes tadelen. En dit zijn de gewone KP Koopa's. Nou, hetzelfde is hier ook. HP is 4, aanval is 2. Het enige verschil is deze hebben geen vleugels. We willen die achterste eigenlijk op de grond hebben. En het allergrappigste is omdat we dus de Power Up Badge ook nog eens een keer geëquipt hebben, doen wij gigantisch veel damage. Oh, jullie gaan nog opstaan. Daar heb ik eigenlijk problemen mee. Jij moet voor de multibonk gaan. Ah, trouwens, waarom is het zo moeilijk? Ik bedoel... Combella die is ook al met een level up omhoog gegaan. Dus, Hoppakee, even er een bingo bij. Combella die is ook al met een level up omhoog gegaan. Dus daarvoor hoeven we ons daar totaal geen zorgen over te maken. Aangezien dat... Ja, Combella die heeft ook al een attack van 200 tussen. En zouden we die badge gaan equippen, dan zouden ze een aanval van 3 hebben. Dus, wat ook eigenlijk heel erg overpowered is. 2, 3. En we hebben gewonnen. Yay, niet zo moeilijk. En ja, dan krijg je de cutscene van... VZ, je hebt gewonnen. Nou, we hebben ons netjes eraan gehouden. Ja, we rock. Hartstikke leuk. Ik vind het eigenlijk best wel grappig hoe dat elke partymember ondertussen doorheeft dat we al niet aan het doen zijn. Here's your fight money, Mr. Gonzalez. Yay, geef hem mijn geld. Nou, sorry Koops. King K of zoiets. Hoe heette die ook alweer? Hey, way to hand out a beat down out there, man. You beat me, straight up. Could swing the other way next time, though. You know what I'm saying? Nee, eigenlijk niet. Goed. Weet je wat? We gaan heel eventjes onze FP heel eventjes herstellen. Want ja, dat kunnen we dus hier elke keer gratis doen. Wat eigenlijk heel erg handig is. Welterusten. Dus ja, daar wil je zeker gebruik van maken. En als je dan toch hier eventjes bent, reserve a match. Oké, tegen wie moeten we nu gaan vechten? We hebben nu de Poké Triplets. En we mogen geen jump gebruiken. Dit is de reden waarom dat je de Jumpman badge niet wil equippen. Want anders heb je dus een probleem.
Dus ja, we mogen dus alleen maar onze hamer gebruiken. We mogen wel swappen van partners, dat is geen enkel probleem. Want pokies hebben we op het moment nog niet gezien. Dus kunnen we die ook nog heel eventjes tellen. Dat is hartstikke leuk. Dus waarom ook niet? Follow me, Bob. Oké, hoi. Ja. Op zich gaan die matches best wel snel. Ik bedoel, of je match battelt met heel veel verschillende, of ja, je doet het gewoon op deze manier. Voor next battle, ja, dat geeft ons alles. Bla 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 bla. En bla 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 bla. Go ahead. That's us. It won't hurt too much. Alsof dat we tegen deze gasten zouden willen springen. Nou, zijn die dingen die je dus hebt, die zijn dus random. Dus hij had ook kunnen zeggen dat we dus onze hamer hier niet mochten gebruiken. Ja, en dat kan dan nog alles een probleem zijn. Ik wil mijn hamer eigenlijk wel gebruiken, maar het nadeel is, ik heb er geen badges voor. Kunnen we hier een one-shot van maken? Ik heb wel zin in een one-shot. Laten we eerst eventjes beginnen met de tattle. Want dit is Poki! Hartstikke gezellig. Poki heeft 4 HP, aanval is 93, geen defense. En ja, je wilde dus niet tegenaan springen. Hun bodies kunnen ze naar je toe gooien op het moment dat ze aanvallen. En ja, dat kan natuurlijk heel erg vervelend zijn. Heb ik een leuke item? Ja, we mogen items gebruiken, maar ik heb niet echt een leuke item hiervoor. Dus gewoon Earthrammer. Ik bedoel serieus, we hebben Star Power net zo goed gebruiken. Al heb ik die nieuwe aanval eigenlijk ook nog niet laten zien. Die kun je zeker ook nog wel laten zien. Volgens mij was dat klokstoppers ofzo. Even concentreren. Nou ja, volgens mij is het nou al op dit moment een one-hit KO. Dus dit maakt niet echt zoveel meer uit. Het zou toch heel erg vervelend zijn als ik nou in één keer alle screw op hier heb. Boink, 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 boink. Oh, dat was het al. Hurra voor 6 damage. Oh, trouwens, ook al is je attack omhoog gegaan. Dit zal nooit een extra attack geven. Dat zal altijd 6 damage blijven geven. Dat is handig om te weten. En we hebben gewonnen. Yay! Dus ik snap dat voor sommige mensen dit een beetje aan de trage kant gaat. Dus ja, ik snap jullie. Snap jullie best wel. Maar er zit best wel leuk in. Alleen de hele tijd die King K, daar erger ik me aan. Hey, what's cracking, G-man? You just finished beating down some poor fools or what? You're looking good, man. The old King K wouldn't mind a little bit of your luck, man. Yeah, that would be nice. Get in there, you! How many times do I have to tell you that room is absolutely off limits? If you want to remain on a fight roster, you must follow the rules. And don't think I have noticed you following me. Stop that too, it's creepy. If you don't obey the rules, we'll ban you from the glitz pit. Understand? Again, dude? Man, you're just a magnet for trouble. Sorry, King K. Didn't mean to bring Cream Mag here. I don't sweat it, B-Money. Jolene can take that tut and shove it up her nose. Why always chasing that girl anyway, man? Got a little thing for her? Shut up, K! Now, if you folks want to pardon me, I must be off. Ik vraag me toch af wat die aan het doen is dan. Nou ja, geen tijd om erover na te denken, want wij hebben weer een match te doen. Well, be howdy. Ja, hartstikke leuk. Eerst even kijken. Wie mogen we nu? De Dead Bones. We moeten een special move gebruiken. Dat kan nogal lastig zijn, want het probleem is dat we net al onze special move hebben gebruikt. En we hebben dus nou geen star power om een special move te gebruiken. Of we moeten onze FP gaan gebruiken. En die special move die best wel zijn nogal zinloos om nou te gaan gebruiken. Maar volgens mij moeten we vechten tegen Dry Bones. Dus ik weet niet of we eigenlijk Umbrella hier willen voor gebruiken. Maar laten we het gewoon doen. Waarom niet? Het zijn gewoon normale drybones. Oké. Ik dacht dat het speciale drybones zouden zijn, maar dat is dus niet het geval. Volgens mij hebben drybones maar 1 HP. Dat zou heel erg fijn zijn. Ja, want dan kunnen we gewoon een multibank doen. En dan kan ik inderdaad gewoon de special sweet treat gebruiken, ook al is die zinloos. Ik bedoel, ik wil het toch een beetje snel neer gaan gooien. Dus ja, het gaat erom dat we 1 special move gebruiken. Dan zijn ze ook daar weer tevreden. Mijn baas is aan het kijken. Laten we het zo slecht mogelijk doen, waarom niet? Ik bedoel, we hebben alles vol behalve SP. Oh, deze is ook heel erg slecht, zeg zo.
Jee, ik heb 3 FP terug. Ik heb 4 FP terug. Deze is echt waardeloos. Nou ja, laten we gewoon dan maar een multibom doen. En laten we dan maar hopen dat we inderdaad gewoon heel erg snel doorheen stuiteren. Dus, FP. Oh. Oh, dit is de multi... Oeps. Ik dacht dat het net zo zou zijn als een multibounce. Dat was zinloos, overkill. Sorry. Ik ben echt slecht met supercard op het moment. Daar, dat is beter. Oké, nou ja, dan doe ik het zo wel. Al had ik eigenlijk een appeal kunnen doen met Goombella op het moment. Ach ja. Ik dacht dat de multibounce dat het juist hetzelfde was. De multibounce als de badge die wij hebben. Dus dat je daar iedereen over kon springen. Maar we hebben dus gewoon een multibounce. Ach, best wel. Ja. Joepie. Gast. Man, I hear you just knock some block offs. Not bad, Double G Dog. You're the real deal, man. The realest I have ever seen. Keep busting heads. If anyone gives you lip, do you just tell him King K said to bag it up. Bizzo! Ah! It hurts! Keep quiet. My foot! Oh, you're fine. Just shut up. Apply pressure right there. Ow! Do we have a gag, maybe? Come on, get a grip, will you? Mommy! Out of the way up there. Whoa. Sounds like some poor sucker just earned himself a trip to the hospital. Hey man, this is a brutal sport sometimes, you know? This stuff happens. Dankjewel voor die pointlessheid. En onze volgende match is tegen Spinies. Ja, ik denk ik knip hier al eventjes een beetje hier en daar. Nou, vragen jullie natuurlijk af, wat is dan de special condition? Nou, het voordeel is special condition, die komt altijd nog een keer in beeld. En deze, die is een beetje van de gemene kant. Je moet 3 keer damage nemen van je vijand. Ouch. Nou ja, we kunnen wel... Nou, ik durf eigenlijk nog niet echt helemaal te jumpen. Maakt niet uit wie dat de vijand, of wie de schade krijgt. En 3 keer wil niet zeggen dat je 3 beurten voor schade moet nemen, maar gewoon 3 keer schade moet nemen. Dus laten we eerst eventjes beginnen met Lakitu. Lakitu. HP is 5, aanval is 2 en defense is 0. En dat kan Spiny X gooien, maar het kan ook nog eens een keer Spinies op de grond gooien. Zoals die Spinies die daar zit. Dit is de eerste gast die we eigenlijk gelijk neer willen halen. En you guessed it, hier krijgen we weer starpoints voor. Hun worden nu balletjes. En daar baal ik eigenlijk best wel van, want ik moet schade krijgen van die gasten. Dit zijn de Spinies. Spinies hebben 3 aanval, attack is 3 en defense is ook 3. Ze hebben een hoge defense en je kunt ze niet raken op het moment dat ze dus gedefensed of in een balvorm zitten zoals dat ze nu zitten. Dus laat ik heel eventjes een appeal doen, want ik heb nog toch niks anders eventjes te doen. Hi! Jongens, kunnen jullie ook nog een keer aanvallen misschien? Dus ik doe wel weer nog een appeal! En nog een appeal! Joepie, we hebben 1 keer al een aanval nou gehad. Ik doe nog een appeal! Weet je wat? Zullen we daar gewoon weer even switchen tot ik er eventjes naar boven toe ga? Dat is 2. Kun jij nu aanvallen? Shy Guy, nee, niet doen! Oké, dat balletje is nou dizzy. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Nou, we hebben nou 2 keer dat hij aangevallen heeft, dus laten we eens gewoon kijken wat er gewoon een hamer uithaalt. Helemaal niks, want het is een balletje. Nou ja, we kunnen nog een keer appeal doen, waarom ook niet. Trouwens, nee, ik swap heel eventjes naar Koops, denk ik. Oké, we hebben nou 3 keer schade genomen, daar ben ik er klaar mee. Als het goed is, waag het is om stenen te gaan gooien. Hé, wij moesten gewoon 3 keer geraakt worden, want dat vond baas leuk. Als ik me niet vergis, kunnen we nou wel gewoon een hameraanval doen. Nog steeds niet. Ah, we moeten dus items gaan gebruiken. Auw! Dan ben ik ook nog eens een keer dizzy. Nou, hier hebben we de powerblok voor. Laten we maar doen. Boing!
Dan liggen ze ook nog eens een keertje ondersteboven en dan kunnen we ze makkelijk raken. Oh, en ze komen ook wel gelijk terug. Ja, ik heb geen quakehammer. We kunnen niet op ze springen. Dus ja, dan is het enige wat we kunnen doen is earthrammer. En deze match die duurt al eigenlijk veel te lang. Fijn is, die hebben een hoge defense en dat is vervelend. Dus het enige wat je dan zou kunnen doen is ja, een special move gebruiken. We hebben 3 keer schade genomen, dus we hebben onze baas tevreden gesteld. Ik vraag me af, hebben hun ook van die special conditions die ze moeten volgen? Dat zit wel heel erg onder hun balans. Het zou wel heel flauw zijn als dat juist niet... Oh, ik zit niet echt op te letten. Nou ja, ze krijgen in ieder geval schade, dat is het belangrijkste. Yay. Spinies die geven nog niet eens wat. En nu krijg ik een bonus voor extra star points van die ene star point die we nou krijgen. Joepie. Ik krijg 2 star points. Yay. En in old fashioned stijl komt hij ook weer. Hey man, check this. I heard the hot dog stand outside is getting a new menu item. Yeah, sounds like it's some crazy hot dog made with an egg from a southern island. Some fool was even saying the hot dog helped you win fights. You had a snack out on one. Dit is onze cue dat we heel eventjes weer naar buiten toe willen lopen. Op het moment dat we dit gaan doen... Wil je ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk bent... aangezien dat je namelijk een favoriete kleur van iets kan krijgen... in verband met spoilers. Ik ga er niet te veel over zeggen. Waarschijnlijk komt dat nog zelfs verder in de volgende aflevering, maar... Ik ga nu niet meer eventjes de Tattle Ability gebruiken. Nee. Sterker nog, ik ga heel eventjes... trouwens, ik zie jullie al even buiten, dan zien jullie de cutscene wel. Als we naar buiten te lopen, dan heb je nog wel eens een keertje de kans tot er heel veel fans hier buiten staan. Omdat Rock Hawk hier staat. Everyone wants a piece of the rock. It's a tough life. It's a little free advice. Try to be me. Yeah. Because everyone loves the rock. Je kunt ze ook zo wegjagen zo. Altijd leuk. Volgens mij kon je ze ook allemaal wegjagen. Of wegblazen volgens mij. Fleury, kom er eens heel eventjes in. Volgens mij was dat een van die grapjes. Wil ik heel even uitproberen. Ik bedoel, grapjes zijn altijd leuk. Fleury, kom er eens heel eventjes in. Fast forward, please. Oké, nu hebben ze als een vent weggejaagd en als we dan met hem praten... Hey, you, that ain't cool. Don't beat on my fans just because you ain't got none. Nah. Zoveel moeite voor gewoon een easter egg, altijd leuk. En kijk eens wie er ook is. Well, well, Mr. Mustache. So you're a fighter now. Well, I suppose I'll cheer you from the shadows, my sweet. Nah, whatever. Wat we willen doen is, we willen heel eventjes Fleury even weghalen, want echt serieus, veel te grote... Veel te grote wenkbrauwen zijn niet toegestaan in dit tournament. Laten we het zo zeggen. Goed, we willen eventjes naar buiten toe. Want daar was iets het een en ander te vinden. No, bad. Very bad. Behave yourself, Egg. Stuiter. Ik ben een stuiter ei. Blijter. Ik ben een stuiter ei. No, bad. Come back. Help. My important egg escaped. Somebody catch it. Oké. Stuiter, ik ben een stuiter ei. Stuiter, ik ben een stuiter ei. Stuiter ei. Ja, je kunt er de hele tijd achteraan blijven lopen, maar dat gaat nergens heen. Dus volgens mij heeft het een aantal tics die hij moet hebben, dat je dus op dezelfde locatie staat als hem. En als hij die tics heeft gehaald, dan gaat hij daar bovenop staan, zoals dat hij dus nou bij ons doet. Most awfully bad. Come down from there, bad egg. How am I supposed to get it now? Fly there? You, don't you just stand there with your mustache? Find a way to get up there. Betaal je mij dan of zo? Krijg ik dan gratis hotdogs? Iets in die trend? En het ei ligt uit te slapen. Och.
Dus wat we nu willen doen, is we willen dus nu vliegen naar dat ei toe. Weten jullie nog in de vorige aflevering dat vliegpatroontje, of dat vlieggebeuren wat we dus zagen? En dat is dus hetgene wat we dus nou nodig hebben. Dus we willen hier naar boven toe. Poink. En we willen dus hier gaan vliegen. Dit is de enigste manier om bij dat ei te gaan komen. En ja, dat is ook de reden waarom dat het daar dus ook zit. Dus als je bij het ei komt... Is it just me or do you think that egg? What? You want our help, egg? You're calm, Mario. What do you want it to do? Help the little guy of let there be hot dogs! Nah, laten we hem nou maar een keertje lief eten. Yeah, we can't ignore it. Good call, Mario. Let's set this little guy free. Provided that's okay with you too, sir. Oh, fine. Most people don't like eating stuff that chomps all over the place anyway. Well, cool. Looks like you're a free and clear little guy. Okay, bye now. Huh? What's with you now? You want to follow us or something? I think he definitely wants to stick with us. What should we do, Mario? Jumping eggs bug me. Nah, he can follow us. That's great, Mario. You're in with us, little buddy. Stay out of the way, okay? Nou, dus we hebben nu een ei dat ons dus volgt. Dit is een gimmick vanaf hier. En we krijgen een e-mail die ik niet ga lezen, omdat ik wel geen tijd verpesten. De reden is namelijk, dit is een beetje tijd. Er is namelijk iets wat er met dit ei gaat gebeuren. En wanneer dat het gebeurt, ga ik jullie uitleggen waarom dat dit dus met tijd te maken heeft. Dus wat we willen doen is, we willen zo snel mogelijk eigenlijk terug richting de battles. En we willen dus zoveel mogelijk battles achter elkaar gaan doen. Daar hebben we onze troublemaker, die zit daar dan te wachten. En we willen dus doorstuiteren. Dus dit kan ook een iets langere aflevering worden, want ja, we gaan gewoon door totdat hetgene gebeurt wat ik jullie dus wil vertellen. Dus dit kan nogal een beetje met knips en edits gaan komen tot het een beetje sneller gaat. Dus laten we proberen op te schieten en laten we zo snel mogelijk op dat punt gaan komen. Dus onze volgende battle. Onze volgende battle is met een hele groep van de diefjes. Hartstikke leuk. En op zich zijn het best wel makkelijk te doen. Nou, het probleem is, we moeten op zijn minst één special move gebruiken. En het nadeel is, we hebben alweer een special move gebruikt. Dus het nadeel is, ja... Ik weet nog niet eens hoeveel HP dat ze hebben. Dit gaat van onze tijd af trouwens. Ik moet snel zijn. Oké. Ik ga gewoon Sweet 3 doen en daarna ga ik ze gewoon zo snel mogelijk neerhalen. Kom op. Met koepzoemen dus dadelijk gewoon de shell aanval. Zoals ik al zei, we gaan nou niet tellen in verband met... We komen ze nog wel tegen een keertje ergens anders in het wild. Maar we willen daar nou echt niet de tijd aan verpesten. Dus. Ah, net een paddenstoel te pakken. Nou ja, maakt niet uit. 6 en 7, dat is een hele goede score. We zijn blij, we hebben onze special move gedaan. Laten we nou maar hopen dat we inderdaad zo snel mogelijk dat weer vol kunnen gooien. Dat zal heel erg fijn zijn. Gewoon door aanvallen. Hoppakee. Allemaal 3 damage. Krijgen we ook nog eens een keertje een paar keer damage. Hun zullen muntjes gaan jatten. Geen zorgen, die muntjes die krijg je dus terug op het moment dat je ze verslaat. Tenminste, dat dacht ik. Volgens mij ben ik deze item daar gewoon kwijt. Oké, we gaan dan voor de multibounce. Hopelijk dat we die items dan terugkrijgen. Ik hoop echt dat we serieus die item terug kunnen krijgen. We hebben veel HP. Damn. Het grappige is, de volgende beurt zullen ze dus proberen weg te rennen met je items. Als je ze verslaat, normaal gesproken droppen ze dan hun item op de items op het moment dat je ze verslagen hebt. Nu hebben we het probleem dat we dus met hun in een badge zitten. Dus volgens mij zijn we de items echt gewoon kwijt. En daar baal ik van, want de mystery is leuk. Hey, you hear the latest, G-Dog? My boy said they are stunning babe having the juice at the fresh juice shop. King Cake could use a little shoddy in his life, Dick. Check it for me, man. Nee! Yep, we zijn die items gewoon kwijt. Nou, dan pakken we gewoon deze, want ik heb geen zin om te slapen, want tijd is money. Dat is het enigste nadeel, vind ik wel. Dat je hier dus gewoon dan echt, als je tegen hun moet vechten, dat je gewoon je money... Of ja, gewoon je items en je money gewoon kwijt bent. Maar ja, het zijn dieven, wat wil je? Oké, de volgende die zijn heel erg makkelijk, aangezien dat we dus tegen de Bogley Woods gasten moeten vechten. Oftewel, dit wordt een makkie.
Nou, is het wel zo dat we dus uit moeten gaan kijken voor de aanval. En ik heb niet eigenlijk opgelet wat onze speciale requirement is. Oh, we mogen geen FP gebruiken. Ze hadden eigenlijk niet gezicht over star power, maar dat maakt niet uit. Dit is ook goed. Dan hoop ik niet dat het wolkje nog eens een keer irritant gaat lopen wezen. Ah, net te laat met mijn superguard. Kijk, goed zo. Ik ben blij dat ik weer een superguard heb. Dus we mogen geen FP gebruiken, dus laten we het wolkje maar neerhalen met onze jump aanval. En laten we het blammetje maar neerhalen en dan hebben we deze ook weer gewonnen. Yay! Plus dit stelt... Ik hoef geen FP bonus, serieus, want we mogen toch geen FP gebruiken. Dus dit stelt eigenlijk heel erg weinig voor, deze die is eigenlijk heel erg makkelijk. Maar gelukkig krijgen we nou een beetje star points terug. Listen man, keep it under your head, but I'm thinking about retiring soon. If I stay any longer, well my future might get shorter, dig. After the next match, I'm gone. It ain't cool man, that's for sure. But you know what, that's life, Double G dog. Listen, you be cool man. Promise me you won't forget once you knew the King K. Gast, serieus. Wij zijn alleen maar blij dat je opdondert. En nu moeten we tegen deze vijanden gaan vechten. Dit is normaal gesproken nog eens een keertje een probleem. In verband met, ja, Nadalis. Ik moet nou heel eventjes snel eventjes appealen. Het nadeel is namelijk met deze gasten. Ze moeten ons drie keer raken. En dat is dus het nadeel, anders had ik ze gewoon one-shot. Maar nee, ze moeten ons drie keer raken. Dus dit kan namelijk een probleem zijn aangezien dat we hebben een aanval die ze nou dus al gaan doen. De charge aanval. En als ze dat alle drie gaan doen... Wauw. Wauw. Oké, screw it. Screw it, ik ga dus niet drie keer damage nemen. Ze zoeken het maar uit. Nou hebben we dus een keertje gezien dus dat we nu het probleem hebben dat we dus niet hebben geluisterd naar onze baas. En dat we dus gewonnen hebben zonder naar hem te luisteren. Dit wil zeggen dat onze rank hetzelfde blijft. Dus in de volgende match moeten we ze nog een keer verslaan. Stom. En het leukste is, we krijgen daar nog een keertje die 6 star points voor. Dus level up. Yay! Laten we voor de zekerheid dit keer maar zeggen HP up. En nou mogen we gaan vechten tegen Boboms. Nogmaals, ik heb dit ervoor gekozen dat we dit een beetje aan de snellere kant gaan doen. Omdat het anders heel erg lang zou gaan duren. Dit is heel erg handig om dit gewoon met de Quake Hammer te doen. Oef. Allerleukste is, nu zijn ze allemaal boos. Dat is alleen maar gunstig, want dan doen we een Power Shell en is het ook afgelopen. Dit was trouwens ook de fijnste die ertussen zat. Binnen 5 beurten moet je dit gewonnen hebben. Jada, 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 want hij wil snel weg. Noem het maar op. Dat is alleen maar gunstig, want ik wil dit juist zo snel mogelijk klaar hebben. Druk te veel op de A-knop. It is quite lonely with King K around, Bomb. No lonely. Him too weak. Now I'm not here. Sound normal to Kleftor. You are in bomb denial, Kleftor. I saw you weeping in that locker, ba-bomb. Right this way, Sir Swoop. This is your dressing room. You're starting in the minor league, of course. As you just now started, that's your career. You don't like this dingy room, I suggest you work your way through the ranks. When you're ready to fight, just log into this computer terminal here. Mr. Grubbin will then decide who you match up against. You have no say in this. Why don't you try it once? Walk up to the screen and log on with A. Then pick yourself a match. Hetzelfde die wij eigenlijk hebben gehad. Vind ik eigenlijk best wel grappig. Krijgen we te zien dat hij tegen de Goomba Bros moet gaan vechten. En hij heeft dus... dat hij een move moet doen waar hij een triple flap en miauw doet of zoiets. Weet ik veel. Dus hij heeft weer zijn speciale dingen. Nou ja, in ieder geval hartstikke leuk. Hij krijgt dus al die uitleg ook nog eens een keertje. Vind ik wel grappig hoe dat ook bij een ander wordt gedaan. Hey guys. Ja, yeah, my name is Swoop. Sir Swoop. I mean, nice to meet you. Yay. Leuk voor je. You. Yes, you. Sir Swoop. Time for your battle, Bob. Follow me. En dan krijg je die uitleg ook nog eens een keertje. Wij gaan gelijk eventjes door naar onze laatste match. Want, of ja, laatste. Volgens mij is het dan nou onze laatste match, maar dat weet ik niet zeker. Oh ja, dit is een speciale cutscene. Laten we dit ook maar heel eventjes gaan voice dan.
First, let's get our merciless excutinator in here, folks, the great Gonzalez! Yay! Oh-wee, the great Gonzalez, how are you feeling? Whoa, Nelly, you're the fella, folks, he's obviously itching to mix it up some. Your challenger is real confident, boys. Yep, he's talking trash. Iron Adam twins, he said more like paper dog face bros, and they stink. And then he said, I bet they just play video games and cry when they lose. Yeah, and then he said, how the belly buttons run in the family, stinkwats. And so on, yep. What? How does he know mom has an Audi? That jerk. We're gonna blend you up into a smoothie, pal, and then we're gonna drink ya. Oh yeah, one more thing. Only smelly stinkwads call other people stinkwads. Understand? Stinkwad? Calm it down, bro. You stinkwad, you're gonna regret opening your yap, pal. See those bods? Solid iron. See those spikes? Yeah, they penetrate any substance. So basically, what I'm telling you is that whatever you try will be completely useless. Think that over in a very short time if you have left in your functional brain. Get yourself to battle, bla bla bla. Gewoon standaard gebeuren weer. Dit is match, als je op 11, rank 11 staat, dan moet je deze halen. En dan ga je dus naar de Major League. En we moeten 1 special moves gebruiken. Wow, if we win, we actually be in the Major League. Let's show our stuff. Give up now! Well, think what? Well, think what, you're about to learn. Al die stemmetjes, ik word er helemaal confused van. I hit myself in confusion. Oké, ik wil heel eventjes een swap partner doen, want deze willen we zeker tellen, omdat we deze niet meer tegen gaan komen. Een Iron Cleft. Scary. Bla bla bla. En defense is unknown. Attack is hoog en defense is unknown. Yep, dat is eigenlijk wat ze daar dus zeggen. Ook al zou je dit superguarden, er is geen manier om hun damage te doen. Zie, daar heb ik een superguard, dan krijg ik geen damage. En we hebben allebei 6 HP, dus dan gaan we maar Earthrammer doen. Hier komt het probleem. Zelfs Earthrammer zal geen effect hebben op deze gasten. Maakt niet uit welke move, item of wat dat je ook gebruikt. Het heeft geen effect. Aanval blijft 4 en hun defense is unknown. Wat je ook doet, je krijgt ze niet meer met damage. Het lijkt alsof dat we ze nou schade doen. Het lijkt alsof we nou gaan winnen. Maar nee, het doet niks. Dus het enige wat we kunnen doen, is wegrennen. Ik hou niet van. Ik heb deze nog in één keer eigenlijk laten zien. En als je wegrent, ja, dan zijn we dus verslagen. En krijgen we dus een beetje een game over animatie. Bla bla bla. Als we nu terugkomen. Here's your fight money, Mr. Gonzalez. Echt serieus. En dan krijgen we ook nog 1 coin. Wat lief. En we blijven natuurlijk op rank 11. Now, if you excuse me, I must be going. And my glasses are still on my face. Ha. Maar we zien dat ons eitje weg is. Hey! Zo, Gumella. Hey, check it out. Little Eggy friend is gone. What a bummer. What do you think the little guy took off to? Yo! Ik weet nog steeds niet wat stem dat ik hem kijk. No! Gonzalez! Check me out! Thanks to you, I had safe and sound. Thanks, man! What? You were in that cute little eggy waggy? Whoa, that's wild! Yeah, but who cares? You guys want to be champs, right? You want a crystal star? I heard all about it while I was in the egg. Yeah! Anyway, I gotta repay you for saving me from the old hoggle out there, so I'll fight for you! I can hold my own, I'll swallow any opponent's wall. Honest, just leave it to me! Huh? My name? Let's see. I just came out of the egg, so I guess I don't have a name yet. You seem fired up about it, so why don't you give me one? Make it cool, okay? Now,
cool zal niet echt bij je passen. Ik bedoel, je bent groen. Dus ja, iedereen die zal dan wel denken van ja, noem hem Yoshi, noem hem Yoshi. Maar hier is het ding. Ik laat jullie nu heel eventjes een picture zien. Op deze picture zie je op welke kleuren dat Yoshi dus kan zijn en hoe dat je hem kan krijgen vanaf het moment dat je het ei hebt. Waarschijnlijk hebben wij er zo lang over gedaan tot een hele cycle gerecycled is. Dus dat wij dus plus 20 minuten er nog eens een keertje bij hebben gedaan. En hebben wij dus de groene Yoshi. Ik zat te denken aan als het een van de kleuren heeft die een evolutie ook zou gaan hebben, dan zal ik hem noemen naar die evolutie. We hebben een groene Yoshi, dus een groene Yoshi, dat wordt dan natuurlijk niemand minder dan onze... Leafeon! Yep, was het een blauwe geweest, dan was het Vaporeon geweest. Zwart was ik voor Umbreon gegaan, voor roze was ik voor Sylveon gegaan. Wit zou nog wel een beetje... Ja, nou ja, wit zou een beetje heel erg lastig zijn geweest. Rood zou Flareon natuurlijk zijn geweest. Maar ja, ik ga hier dus voor Leafeon. Ik bedoel, dan hebben we toch een beetje onze Eevees een beetje ook bij deze Let's Play. Leafeon, zeker goed! Leafeon, hè? Not too bad, dude. Not too bad at all. Yeah, I like it. Okay, Gonzalez, let's go out there and do some damage. Then Yoshi is now your friend. He'll answer to Leafeon. Leafeon heeft verschillende abilities. Hartstikke leuk. Oké, Yoshi is abilities, maar ik blijf hem gewoon Leafeon noemen. Als we op X drukken, dan kunnen we dus op Leafeon mounten. En daardoor kunnen we dus sneller rennen. En met Leafeon kunnen we ook nog eens een keertje een kleine hover ability doen. Waardoor dat we wat grotere gaps kunnen door kunnen lopen. Dus zeker heel erg handig. In aanvallen is hij ook heel erg handig. En dit is ook de reden waarom dat ik 3 Shine Spice heb bewaard. Zodat we dus hem ook gelijk kunnen oppoweren. Dus ja, we hebben Leafeon toe onze party. En daar ben ik zeker heel erg blij mee. Maar deze aflevering die duurt nou al eigenlijk heel erg lang. Dus ik zou zeggen, laat een like achter voor onze Leafeon. En ik dank jullie natuurlijk sowieso voor het kijken. En natuurlijk laat alleen een like achter als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal natuurlijk weer te zien bij de volgende video. Waarin dat we dus een wraak gaan nemen op die Iron Clefs. Want echt serieus, ik hou er niet van om te verliezen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende video maar weer. Doei!